Dagelijks krijgen gemeenten en organisaties te maken met veel vragen bij de uitvoering van de jeugdwet. Mag de gemeente niet erkende vormen van hulp inzetten? Mag de gemeente zonder toestemming van jeugdigen of ouders gegevens uitwisselen met school? Moet de gemeente een dyslexieonderzoek voor een 15-jarige vergoeden? De online kennisbank van Schulink kan hierbij helpen. Hoe ziet dat er dan uit? We lichten er één vraag uit. Hoe kan de gemeente rekening houden met een aanvullende zorgverzekering bij het indiceren van jeugdhulp? Bij deze vraag zal de juridische expert van Schulink u wijzen op belangrijke jurisprudentie waarin is bepaald welke stappen u bij deze vraag moet doorlopen. Vaststellen van de hulpvraag, vaststellen van stoornissen en problematiek, bepalen welke hulp nodig is in vorm, duur en frequentie, onderzoeken van de eigen kracht. Stel, de gemeente heeft onderzoek gedaan naar de hulpvraag en de problematiek en komt tot de conclusie dat psychomotorische therapie, ook wel PMT genoemd, nodig is. De verwachting is dat in ieder geval 15 sessies nodig zijn. De jeugdige blijkt een aanvullende verzekering te hebben waaruit 10 sessies PMT worden vergoed. Dat betekent dat de gemeente jeugdhulp toekent in de vorm van 5 sessies PMT en voor de overige 10 sessies kan verwijzen naar de eigen kracht van de jeugdige, namelijk het benutten van de aanvullende verzekering. Ruim 200 gemeenten in Nederland werken al met de online kennisbank. Neem een proefabonnement Grip op Jeugd via schulink.nl/gripopjeugd.